Begin de dag niet met een dansje, maar begin de dag met een visje. Oké. Okay. Begin de dag met een visje. Begin de dag met een lach. Want die vis eet in de morgen. Die lacht de hele dag. Ja, die lacht de hele dag. Hey. Ja, dit is mooi. Ja, dat is beter. Ik ben aard. En dat is niet. Ik ben aard. En we gaan jullie over wat dingen vertellen, want het is namelijk zo, wij kwamen als klein kindje terecht in een palingrokerij in Harderwijk. Hier zie je een foto, 11 jaar, en wat doen we hier? Paling schoonmaken. Nou, wij stonden op een, Urkse viskist, kwamen net boven tafel uit, en daar leerden wij eigenlijk paling schoonmaken. Nou, als je als 11-jarig jongetje in de vis opgroeit, dat betekent dat je liefde voor je vak krijgt. Wij kwamen daar terecht en samen met twee broers en mijn baas, die zei: jongens, wij willen jullie hier houden, wij willen jullie steeds meer dingen geleerd, dat jullie straks mee mogen naar de markt en dat jullie ook het product kunnen verkopen. Maar mensen, deze balie die hier staat, dit is nog de Ierse lijn. Dit is balie, die komt uit Ierland, een natuurlijke balie. En je ziet het, moest kijken hoe zacht een kweekpalingje, die kan nooit zomaar uit zijn jasje. En dan stonden al die mensen zo te kijken, jee, wat lekker, wat lekker, wat mooi. Dan geef mij nou maar een stukje. En dan deelden wij iedereen een stukje uit. En toen ging die, ja, doe mij maar een pond, doe mij maar twee, doe mij maar drie. En ze ging achter elkaar door. En toen werd het weer rustig, toen denk ik, ik moet weer op straat. En zo. Daar komt ie. Let op. Kijk eens. Ja. Zie je het? Dus de graten, de ingewanden, nemen we gelijk in één keer mee. Dan het graatje met de anaalvink eraf snijden. Dan is de haring open. Kijk. Hoef je niet meer na te krabben, niks. Een prachtige, mooie haring.